Puk Kurtjes is vrijdagavond uitgeroepen tot Miss Udes Weekblad. Ik ben heel trots. Heel trots als het geworden is. Echt. Zo. Ja, echt een trots oma. Toen ik ze in de krant gezien heb, was ze anders dan nou. Ja, nou was ze geweldig. Ik was gewoon met het gevoel van ik zie wel waar het komt en het was een hele leuke ervaring. De 16-jarige VWO-scholier uit Zeeland liet 19 andere kandidaten achter zich. Puk won een modellenopleiding van Cessibon en een tanningbehandeling van Infinity Sun. Eerst moet je zeg maar voor die foto's van de krant, dan heb je een hele dag. Eerst de kleren, make-up en de sieraden, haren. Gewoon echt veel, ja, meidendag is het. Het is gewoon heel gezellig ook. Nou, ik vind het sowieso heel leuk en ik zie wel of er iets, ja, of het mij lukt. Ik weet nog niet. De Pul zat vrijdagavond vol familie, vrienden en andere fans die de deelnemers aanmoedigden. De dames presenteerden zich eerst in casual kleding en later in gala. Uiteindelijk was er een afvalronde waarna 4 prijswinnaars overbleven. De 14-jarige Janne van de Heuvel werd tweede. En op de 3e en 4e plaats eindigden Chantal van den Berg en Lynn Rijmakers, beide 15 jaar oud. Op Skyline TV wordt in een speciale uitzending extra aandacht besteed aan deze misverkiezing. De uitzending is aanstaande woensdag en donderdag direct naar het tv-journaal te zien. En volgende week op donderdag en vrijdag.